Construction voertuig. Euro 6, gebaseerd op de CF. Een stalen voorbumper. De cabine staat wat hoger. Het heeft een prachtig opstapje waarmee je in de laadbak kunt kijken. 2 9 tons voorassen, 26 tons boogie. Dit zijn uiteraard dingen die kun je zelf uitkiezen, maar dit is wat hier staat. En ja, het ziet er stoer uit. Ik heb er net mee gereden. En het is een soepele auto. Dit is toch 32 ton beladen. In Nederland zouden we daar 44 ton van maken. Gewoon een heel fijn ding om mee te rijden. Hier staat wel de Euro 6 motor, de MX-13 in. Dus nog niet de kleine 11 liter motor. Die is ook leverbaar, maar dan niet in dit vermogen. Dit is 64. Euro 6 betekent dat je heel veel dingen aan je chassis nodig hebt. Dat betekent je katalysatoren, je dieselpartikelfilter. Dat zijn grote units. Maar bij dit soort chassis wil je ook heel veel wielen kwijt. En vooral op een kort voertuig zoals deze. Bij DAF hebben ze ervoor gekozen om dat modulair op te bouwen. Zo heb je hier de katalysator, dus je hele, waar de AdBlue erin gaat, en daar heb je dieselpartikelfilter. Dat filter en dit ding die kun je onderling uitwisselen, maar die kun je ook zowel links als rechts ophangen. Maar je kunt ook zeggen, ik zet het dieselpartikelfilter achter de cabine met een iets andere vorm en dan krijg je een staande uitlaat. Om die reden blijft deze plek vrij, kan hier gewoon een vijfde asje tussen. Dan heb je toch weer de Hollandse vijfassen. De nieuwe DAF, een stalen voorbumper, prachtige oploophoek, rechte assen voor meer bodemvrijheid, stalen plaat, katerbescherming en een prachtig nieuw opstapje. Want je moet tenslotte wel de vlieger van de voorruit kunnen poetsen. Construction DAF's zijn herkenbaar dus aan deze nieuwe vormgeving van de stalen bumper. Dat is niet alleen heel sterk, het ziet er ook stoer uit. Hij heeft geen centraal trekoog, maar wel twee. Aan de buitenkant, daar kun je een pot inschroeven. Maar wat echt nieuw is, dat is het design van de grill. Deze lamellen die staan normaal in deze vorm, die hebben ze omgedraaid. Een ander uiterlijk, daarin onderscheidt de constructievoertuig zich. En ja, ik moet zeggen, het ziet er wel stoer uit zo. Nieuwe LF. Completeert de nieuwe Euro 6 lijn van DAF. Twee motoren, 5 liter en 7 liter. En deze trucks gaan tot 19 ton. Er is ook een aparte constructie en uitvoering van. Ik moet zeggen, het ziet er bijzonder geslaagd uit met het nieuwe grilletje. En we zijn hier in Ardennen om ermee te rijden met de nieuwe LF en de CF. En zelfs met de XF met de 11 liter motor. Het is veelbelovend. Het rijdt super, er zit een heel mooi geluidje in. En als die dingen waarmaken wat DAF zegt qua verbruik, dan... Zie ik het helemaal zitten met deze DAF's.